De vorige keer bij praktijk Isa en Medina. Stop met diëten, ga maar gezond eten. eten. Ik kan echt snijden. Ik kan echt slecht eten. Maar is dat meer door de overgang of heb je dat altijd al gehad? Ik denk wel dat het nu wat erger is. Intermittent fasting oh, ja. uit. En dat is voor mij eigenlijk briljant. Mannen, want als je het voor je man doet, voor je partner, die denken er heel anders ja, over. Ja, grappig, hè? La, la, la. Welkom bij Praktijk Isa en Medina. Hi. Mooi, hi. Ja, vond je het mooi? Ja. Oh, leuk. beetje zwoel, zo. Ja, een beetje, ik heb ook een beetje een zwoel gevoel. Oh. Maar. maar even als eerst, hoe, hoe, hoe heb jij nog steeds zo'n uh, last beetje van die bang? Ja, ik ben een beetje bang. <laughs> nee, het gaat veel beter, oh, kind. Hoe ja, kan ik ga dat dadelijk nou? uitleggen hoe oh. dat komt. Ja, Want dat is een lang verhaal. Maar oh. dat. Uh, nee, ik voel oh, nou, een beetje kort. Ja, ik zal het proberen het kort te houden. Dankjewel. In de vorige aflevering hadden wij natuurlijk Marika met als probleem: ik raak geen kilo kwijt. Ja. En die was heel erg blij met de tips en laat weten ermee aan de slag te gaan. Ze was heel blij. Ja. Goed, hè? Leuk. Blijf met ja. tips. Vooral um, uh, de laatste, dat ze niet te streng moest zijn met diëten. Ja, Stop met diëten. Ga goed, goed eten. Maar ze doet nu wel een intermittent fasting. Ja. Niet elke dag. Nee. Vind ik ook leuk. Dus ja. ze wil ook niet zo streng zijn voor zichzelf. Dat is eigenlijk de tip voor iedereen. Het is ja, heel goed. Je lief zijn voor jezelf. En, um, en dat ze dus inderdaad trots is op haar lichaam en dat ook iets meer gaat proberen te accepteren. Nou, dat vind ik heel goed. Maar weet je wat ook leuk is? We hebben ook nog andere adviezen gehoord van luisteraars. Vertel, vertel. Nou, je zou bijvoorbeeld een coach kunnen nemen, Marika, die je begeleidt bij het afvallen, kan superhandig zijn. Ja. Het kan dan zijn, zegt iemand, dat je leert om te genieten van voeding, maar er ook op te letten. En daarnaast kan het helpen bij het maken van de juiste keuzes. Nou, dat is een goede tip. Zeker. En thuis uh, oefeningen doen, sportoefeningen doen en. Natuurlijk veel water drinken. Tada, citroentje erin maakt het een stuk lekkerder, toch? Zo vertel. Uh, Medina Schuurman. Hoe was je weekend? Hoe was je week? Weekend, week. Nou, ja. ik heb eigenlijk een hele hoop meegemaakt. Nou, want ik ben, uh, dat zoals je weet, op vakantie geweest. Ja, zie ik ook echt aan je. Ja? Je straalt weer. Ja. Want je zag een beetje grauw. Een beetje gauwgrijs. Ja. ja, hè? beetje dipsief. Ja, fijn. was niet echt blij. Nou, dat was ook wel een beetje waar we het vorige keer over hadden: uh, dat ik zo last had van alles en iedereen. Ik weet heus wel dat het natuurlijk ook aan mij ligt, of in ja. mij zit, ja, en niet aan de mensen um, om me heen. Maar ik was heel blij dat ik. Uh, ik was in Mexico. Mm -hmm. En uh, ik heb de eerste dagen alleen maar voor me uitzitten staren naar de wat een heel fijn uitzicht was, by the way. Zee, zand, zon. Onder zo'n bedje, zo'n afdakje, heerlijk gelegen. En uh, ook nog een beetje gemijmerd, dingen laten ontstaan. Hoe zeg je dat? Ja, er kwamen wel dingen op. Ik heb zelfs nog wat gehuild. Uh, uh, en, en want de week toen ik terugkwam, kwam natuurlijk mijn boek uit. Ja. Wat ik met Marlijn heb geschreven. Ja. En dat vond ik ook best wel heftig. Ik dacht, oh ja, want dat gaat natuurlijk weer over rouw. Uh, zo heet het boek. Hè? Je bent niet alleen. Uh, hoe ga je om met het verlies van een dierbare? En um, dat vond ik ook spannend. Want het is toch altijd weer zo'n moment dat je in de picture komt. En er is iets heel anders in de wereld aan de hand. Zeker. En dat je echt denkt, oh lekker interessant. Wat wij met een boek komen. Maar goed, um, ik heb het eigenlijk dus heel goed gehad. Ik heb de grauwheid van me afge. Schut, ik heb een gouden glitterskitten. Ja, ik zie het. Ja, Dit was heel leuk, want die heb ik ooit van Mark Marie gekregen oh. voor een verjaardag. Kijk, een heel mooi medaillon. Ja, en een klok, dat we een, een beetje club. opletten ja. op de tijd. Oké. Okay. Dus hoe was jouw weekend? Weet oh. <laughs> je tempo? Mijn weekend, nou, mijn week. Ja, want jij was natuurlijk op vakantie, dus ik had even tijd voor mezelf. Want mijn zoon was ook voor het eerst mm. alleen op vakantie, dus ik was dat echt even me myself and I. En wat er toen opkwam. Dus uh, ik denk dat ik me aan het heroriënteren ben op mijn werk. Oh? Ja. Interesting. Denk, ja. We hebben natuurlijk een tijd gehad hè, door corona en zo, dat, dat heel veel acteerwerk en et cetera, lezingen niet doorgingen. Ja. Dus dat gaf mij ook tijd. En ik dacht, van ja, ik moet toch eens. Ik zou het wel weer leuk vinden om iets nieuws. Kijk, als ik weer een acteerklus krijg, dat vind ik fantastisch, dus dan ga ik dat doen. Ja. Maar dat ik daarnaast ook wat meer. Ja, iets gaan ontwikkelen, zeg maar. En weet je ook al wat Nee, dat ik... weet ik nog niet, maar ik heb me wel opengesteld. Want ik ging een beetje kijken. Kijk, wij zeggen dat altijd tegen vrouwen, hè? ook tijdens onze lezingen. Dus ik kreeg een beetje een koekje van mijn eigen deeg. Heel goed. Oké, je ziet het als een crisis, maar in een crisis zit ook een kans. En ja. Misschien vind je je werk niet meer leuk. En ineens dacht ik, oh, gaat het eigenlijk over ook voor mij? Ja. En misschien is Daarin durf ik altijd het toe te geven en het... Vind ik het ook niet zo erg als ik het nog niet weet. Nee. En dan vertrouw ik erop dat omdat ik dat openzet in me, mezelf, dat ik dan wel ideeën ga krijgen. Je maakt ruimte door, door te zeggen en door te er, er mag meer zijn dan wat ik nu doe. Precies. Dat is goed. En ik wil een moestuin. Uh. <laughs> Sorry. Waarom nee, lach je me nou uit? Ik lach je helemaal niet uit, maar dit kwam helemaal onverwacht. tijd... <laughs> Ja, je bent rijkelijk laat, want het, mensen doen dit al twee jaar. Dus het is heel leuk dat je het nou. Hebt. Ik had vorig jaar ben ik begonnen met een moestuin, maar dat okay. was dan in, in het kleine. Ja. Dat vond ik best wel al pittig. Oké. Okay. Maar ik wil nu echt bloemkool en sparsibonen en tomaten. Jij wil en... eten van eigen grond. grapje grond. Ja. Oké. Okay. En heb je daar wel? Want ik hoor, hoor graag ook praktische dingen. Heb je ja, daar door... al oog op een stukje land? Of hoe ga je het aanpakken? Dat stukje land heb ik op zich wel. Oké. Okay. Nu moet ik dus helemaal gaan leren hoe ik dat uh, moet gaan doen. Ik heb daar, ik heb niet echt heel veel, heel heel veel groene vingers. Misschien ik... één. Zo van daar die veel die gebruiken. Zo, ja. ja. Oké, oh, een groene Alles telefoon. Met een ik hoop dat een we. vinger. <laughs> Probleem. Oh, <laughs> <heel> gelukkig. Zeven voor de bel. Kom maar door. Hallo, Melissa Jans hier. Ik ben 48 What? jaar en ik heb een vraag. Ik heb sinds een week of zes uh, echt Elke nacht um, word ik uh, ja, drie tot acht keer per nacht wakker. Ik heb Hashimoto, dus uh, hormonen en Hashimoto gaan niet echt samen. Um, ik oh. zit in de pre-overgang. Ik, ik sport. Ja. Ik eet echt gezond. Uh, ik ga op tijd slapen. Ik pro uh, probeer stress uh, te reduceren. Dus, mijn vraag aan jullie Isa en Medina... Hebben jullie een gouden tip voor mij? Wat misschien nog kan helpen? Om uh, gewoon eens lekker te gaan slapen. Zonder daar hormonen voor aan hoef te schaffen, zeg maar. Ja. Um, dus uh, dat eigenlijk. En ga vooral zo door met jullie podcast en alles. Want ik vind het echt super leuk om jullie te volgen. Mm. Doeg! Doeg! Oh, lief. Nou, ik denk dat we haar niet kunnen helpen. <laughs> nee. Want ze doet alles al. Ze doet, het ze het doet al onze tips. Ze doet het hartstikke goed. Maar laten we even kijken wat Tony, ja. onze assistent, heeft uh, verzameld voor ja. ons over slapeloosheid. Want het kan als een atypische overgangssymptoon worden gezien. Okay, het atypisch. kan als atypische overgangssymptoon worden gezien. Gekke zin, maar ja. Niet uit. Slecht slapen tijdens de overgang heeft meestal te maken met nachtelijk transpireren en opvliegers. Beide een bekend kwaaltje. Maar naast dit kan het ook komen door de veranderingen in de hormoonhuishouding, piekeren en stress. Zo'n 40% van de vrouwen heeft last van slapeloosheid tijdens de overgang. 40%? Dat is veel hè? Behoor jij tot die 40%, Medina Schuurman? Nee, tot Eerlijke antwoorden. Ja. Ook hier hoor ik erbij. Barst maar los. Ik oh, mam. Ik, nou, ik... ik uh... Ja, ik hoor je de laatste dagen ja. heel vaak weer over. Kijk hoe ik eruit zie. Dus echt... Nee hoor, je ziet er heel goed uit. Oh. Stralend. Echt waar? Ja. Nee. Nou, dat is dat heel kunt. raar. Maar daar moet je natuurlijk niet nou. Je oh, moet niet graag zitten vissen naar negativiteit of zo. Oh, nou, ik dacht echt letterlijk van, uh, je gaat er wel slecht uitzien. Want ik slaap misschien nu. Nou, misschien ook wel zes weken. Melissa, Melissa. Melissa misschien hangt het in de lucht. Is er zes weken geleden iets uh, speciaals gebeurd? Moeten nou, het we toch is wel. Een zo, bij jou zijn? Ja, energetisch is er wel heel veel aan de hand, maar ik denk dat we daar nu even niet over, op uh, in moeten gaan. Nee. Maar dat kan wel zijn dat je dus slecht slaapt, maar zij zit duidelijk ook gewoon in de overgang, want als zij uh, opvliegers heeft, maar die heb ik dus ook. Hoe is dat voor jou ja. als je niet slaapt? Nou, ik ben het inmiddels wel gewend, hè? Uh, jij, zegt, jij zegt dan steeds van, gebruikt is. Je hebt mij CBD-olie gegeven, toch? Ja. Ja. Ik en nooit. ik gebruik het niet. En ineens dacht ik, waarom gebruik ik het niet? Maar dat komt door die ene keer. Ik weet wat je gaat zeggen, maar vertel het toch maar. Oh, dat was zo erg. Dat was een periode aan het begin van mijn overgang. Dus ook in mijn pre-fase. Uh, dat is dus de fase dat je nog wel ongesteld bent. En zomaar al heel erg aan het klooien bent. Uh, toen had ik van een, een of andere sjamaan, zo'n ge gezondheidsdokter... die had mij zelfgemaakte CBD-olie gegeven. En uh, ik dacht, nou, ik, had dus al, ik was echt een beetje aan het einde van mijn uh, Latijn. Dus ik nam dat. Nee, ik, ik ging slapen en ik was het vergeten. En we hadden de volgende dag een fotoshoot. Dus ik dacht, ik moet nu echt slapen. Ja. Toen heb ik, uh, dacht ik, oh, waar is dat spul. En ik was natuurlijk toch een beetje. En ik doe dat pipetje zelf in donker. En, ik doe, en dat hele pipetje gaat erin. En ik dacht shit, volgens mij mag het maar één druppel, twee druppels zijn, maar druppel. en het was zo vies heel dat ik het meteen doorslik. Oh, wat goed. Ja, het was een <laughs> soort muffe, muffe aardige smaak. Ja. Dus in plaats van dat je, doe je, ah, dat is vies. En toen dacht ik, oh uh oh. Nou, en toen heb ik toch geslapen. Een, nee, de oh. hele nacht wakker gelegen. Maar ik had een trip, man. Ik, ik, heb, ik ben overal geweest in mijn gedachten. Ik heb mooie uh, Tibetaanse mand van die, van die juwelen zag ik in de lucht. En ik dacht echt. En ik voelde me ook heel lang en dan weer heel klein. Maar daar zat dus gewoon uh, wel het spulletje in, wat er eigenlijk niet thc, in hoefde te zitten. Ja. ja, het zat erin. Want je kan het ook zonder krijgen. Maar ja, die shaman, ja, maar die gunnen. die, gun die, shaman, shaman, die wou men natuurlijk even gewoon ook. Uh, ja. En je moet niet zoveel nemen. Nee, één druppel. Eén uh, ja twee druppeltjes max oh, nou, dus ik had heel zo'n heel pipetje nou dus ik na die hele nacht en toen was het gewoon half acht en ben ik gewoon opgestaan in een soort trance ja en Dan ik weet dat ik... jij op die fotoshoot kwam je was gewoon zo stoont als een ik garnaal was... ik dacht wat is dit ik... ik kan helemaal niet maar ja het moest het moest wel en het was fijn want de visagiste en de fotograaf waren een stelletje dus ik zat ook tijdens die make-up ik zei, oh ik was ook heel lief en zo ik zei Oh, wat ben je toch? Dan heb je mooie ogen. En toen dacht ik ook: oh, zeg het maar. Hè? Ja. En toen he, hebben we het ook maar tegen die fotograaf gezegd. En soms zei hij echt: van, keek hij naar de foto's die hij had gemaakt. Ik zei: nee, nee dit, dit kan, kan niet. <laughs> dus ik moest de hele tijd mezelf wakker maken. CBD-olie is eigenlijk een fantastisch product. Ja, want dus heb beetje... je het daarna nog gebruikt of durf je nu helemaal niet meer? Nou, vandaar dus dat ik, als jij zegt CBD-olie, heb ik een soort: oh nee, dat moet ik echt nooit meer doen. Ja, ja, ja. Maar ik heb van andere vrouwen gehoord dat ja, ze dat wel deden ja. en daar eigenlijk heel veel baat bij hebben. Ja, mannen ook. Mannen ook, ja, ja precies. Dus als slaapt. je slaapt. Ja, en het, heeft nog, het is eigenlijk uh, wietolie. Ja. En uh, je kunt het uh, ook gewoon in een apotheek kopen. Je kunt... Het is je super je het van in, een... ineens. Het je is... ziet zelfs uh, winkeltjes ja, in Amsterdam ja. waar je het allemaal kan kopen. Dus en, ik zou dat echt promoten. Ik maar... zag het zelfs in Mexico in een soort tentje langs de kant van de weg... met allemaal uh, sapjes en ontbijt. Dus een ontbijtentje. Lunch, ontbijt. En daar stond uh, wit uh, CBD shot. Mm. Dus ik dacht, mm. het wordt heel gewoon. Het, is ook, het werkt ook heel erg ontspannend. Ontspannend. Nou, dus, D dat was eigenlijk mijn verhaal. Ja, van niet slapen. Yeah. Maar nu slaap je nog steeds niet. En wat doe je dan? Nou, ik heb inmiddels, ik weet al dat het, uh, dat het ook weer overgaat. En dat is ook goed om te weten. Dat, dit, dit zijn fases, periodes. En ik maak gewoon gebruik van mijn wakkere tijd. Dus ik ga mediteren. Ik ga schrijven. Uh, dus ik maak, ik, mijn, dag, mijn, mijn leefritme is een beetje aan het veranderen. Ga je dan overdag slapen? Ik neem overdag wel rust, ja. Dus ook voor deze podcast moet ik, dan moet ik, want sorry, het is niet leuk, want ik ben veel te gevoelig. Ik ben door het niet slapen, door niet ja. een beetje ja. trilleren, ja. dingen komen harder binnen, harder zei je. binnen. Ja. Als jij belt, ja, als ik ja, bel weer, heb je haar weer. Nou, over het heb je ja. haar weer, want ik heb dat, ik, ik bij mij gaat het heel erg heen en weer. Ik heb het wel gehad, hè. we hebben ja. zeiden we ook oh, we hadden vannacht wel kunnen bellen. Ja, maar, dat is, dat, is dat wel op hetzelfde we, tijdstip ook Kijken van ben ja, je wakker, ben je online. Ja. Nou ja, dus dat kan je ook doen natuurlijk met vriendinnen die dat even bijkletsen, even elkaar bijkletsen. Uh, maar dat deden wij dan weer niet. Nee. Het is toch een soort, soort magisch ook s'nachts. Ja. Het heeft ook wel. Je zit helemaal in je eigen bubbel. Ja. Maar uh, toen ik dus terugvlog om nog even terug te gaan naar Mexico, de de terugvlucht. Kijk, we hadden een lange vlucht ja. en um, um, dus we moesten overstappen toen moesten we nog een paar uur wachten toen gingen we weer vliegen en toen zaten uh, ik was met een vriendinnetje en we zaten met tweeën. en er zat iemand naast ons maar er waren best wel wat plekken in het vliegtuig vrij dus ik zei tegen die vrouw dacht op een gegeven moment, okay, ik oké durf dit te zeggen ik zei maybe you want some extra space was Engels hè? anders zou ik ja, ja, het zo niet doen nee ja. Uh, internationaal met of Amerikaans, dat, of kan Canada, ik weet het niet, maar ze sprak Engels. Oh, ja. Ik sprak ook in het Engels tegen haar yeah. en ik zei: There are a lot of spaces, so if you want some extra space, that you have a chair for yourself and an extra seat, then we can sit here together. Yeah. Would be very nice. Wat zei ze? No, I'm fine. Oh fuck. <laughs> no, I'm fine. Oh. Dat je echt denkt. Ja, dat zal okay. best. You're fine. Maar ik, <laughs> ik wil gewoon niet zitten. En wij willen graag een beetje space. Want het is ja, best wel krap Nou, dus ik heb die hele nacht toch een beetje. En ik was zo blij, hè, in Mexico. Toch een beetje. Zo... Dus ik dacht, ik ga zes keer plassen. Dat heb ik niet gedaan, hoor. Maar ik dacht, ik ga gewoon de hele nacht ik zeggen: excuse me. <laughs> Excuse me. Excuse me. Maar je had ook ervoor kunnen kiezen dat je zelf ja. zou gaan slapen? Ja, maar dat kan ik niet. Oh, nee, zeker. Dus je hebt niet ook overdag in, in... last van slapeloosheid. Nou, dit was in een vliegtuig. Nou ja, ja. dat is toch een misschien ook wel ik een beetje een overgangsklachtje. Ik durf niet eens een pil te nemen om te slapen in een vliegtuig. Daar oh, ben niet? ik ook zo bang voor. Ja, ik ben dan denk ik, zo zien dat ik niet wakker word of zo als enige. Dat iedereen je denkt noodgaat. dat is met haar. Ja, ik weet niet. Dat denk dus ja, ik altijd. Oh, omdat je een beetje dicht bij de hemel bent. Nee. Nou, ik denk met je mee, hè? <laughs> nee, deze trip kan nou, ik niet volgen. Oh, nou, waar, de je hemel! Nee, In gewoon, ben je geeft ben een dichter bij de hemel wil. dan op de aarde. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is heel goed. Je bent helder hoor. Kan ja, je anders ja. zeggen? Oh. Voor een slaaploze meisje. <laughs> maar, um, nou ja, nee. Dus ik ken het. Ik heb eigenlijk hetzelfde als jij. Want ik stop maar met dit verhaal. Ja, het is maar, een beetje een. Daarom, het wordt te warrig. Maar ik ken het dus wel. Ik vind hetzelfde als jij. Dat ik denk, laten we gewoon die tijd gebruiken. Ja. Ik ga dan soms wel heel erg bingen. Dat is wel erg. Dan ga Binge? Ik, ja, series kijken. Oh, dat eten. En dan ben ik dus enorm moe. Maar dan wil ik door blijven kijken. Oh, Ken je dat? Dat, is heel, dat doe dat ik is ook wel heel stom. Dat je dan s'nachts denkt. En dat je nee, wakker ik wil probeert nog, te blijven. Ja, Omdat je die serie af wil kijken. Het is echt, moet je slapen. Je moet slapen, je kon niet slapen, je gaat de serie, Nou ja, dus het is ook een beetje. Soms is het bij mij een beetje eigen schuld. En als we dan even teruggaan naar Melissa. Um, want zij doet best wel goede dingen. Zeker. Ze eet gezond. Ze neemt. Ze Merk jij dat verschil ook als je een tijd. Uh, ja, weet ik veel, anders eet of niet beweegt. Of dat je denkt, oh ja, dat moet ik toch echt wel doen. Ook slaap ik slecht, dat wor dan wordt het alleen maar erger. Ik wel namelijk, oh, ik werk dat wel. Nou... Uh... Jij stelt dus eigenlijk een vraag aan mij om zelf te beantwoorden. Vind ik wel leuk. Dat doe Jij je zei goed. vertel. Ja, omdat je... <laughs> God... Kattig, hoor. Ja, kattig. Sorry, sorry. <laughs> ik dacht dat jij gevoelig was, maar je ja, bent ook nee, ik ben hoor. gevoelig. En kort lontje. En een kort lontje. Ja. Nee, maar lieverd. Nee, um, uh, het jij moet groeien. het ook weten. Jij moet het ook vertellen, bedoel ja. ik eigenlijk. Maar ik vertel het. Um, nou, als ik te veel alcohol drink. Ja. Ja, sorry. Dat Lullig, is, ja, dat is echt, niet. vind ik echt niet leuk. Want dat Hoi is zo'n ontspannen moment soms. Dat je denkt, oh, gezellig. En je kan niet één glas te veel nemen of je krijgt hem keihard terug. Ja. Gemeen, hè? Nou, dat vind ik dus ook. Ja. Maar goed, daardoor denk ik wel tien keer na voordat ik drink. Ik drink echt veel minder. Ja. Saai. Stop. En jij? Ja, saai ben ik zeker. Nou, ik drink, uh, ik drink elke dag wel een glas wijn om vijf uur. Dat weet ik. Meenicht. Volgens mij vind, weet je vind je toch? dat ook iedere ja. podcast. Maar nou, dat ik... valt wel mee, hoor. <laughs> oh, je bent nadachtig, hoor. Iedere dag ik vind je ook een beetje pittig. Ja, maar um, soms dan heb ik mensen te eten en dan wordt het. Uh, dan wordt er meer gedronken. Nou, dan kan ik echt niet slapen. Nee. Dan lig ik echt door Hartkloppingen. Haar, oh, dat heb ik ook wel. Dat wordt dan heel erg. In de nacht, hè? Ja. Dan, dan voel je dit, dit lilletje hier zo. Ja, het is vreselijk. St, maar dat hoort erbij, hè? Dan moet je niet van schrikken, die hartkloppingen. Heb In ik wel nacht? eens verteld dat ik met oordoppen slaap? In... En als je dan te veel gedronken hebt, dat gaat echt niet. Want wat dan, dan? Nee, dan hoor je dat hart nog harder oh, natuurlijk door die oordoppen. Dan, je dus dan moet je die oordoppen moet je weer een beetje uitdoen. Er is altijd een heel spel wat ik speel s'nachts met oordoppen en alcohol. Als ja. jij oh, ja. Nee, jij moet echt geen alcohol drinken. Nee, dat doe ik ook. Stieke. Want dat houdt je wakker. Laten we even naar Tony gaan, onze assistent. Die ja. altijd met wat tips komt. Die die waarschijnlijk gewoon van internet haalt. Maar dat geeft niks, Tony. Dat is hartstikke fijn. Dat doen vrouwen um, natuurlijk altijd. Dus daarom? dat willen wij een beetje aanzetten. Um, 1. Ja. Tip van Tony 1. Een vast slaapritueel. Ja, makkelijk. Makkelijk gezegd. Ja, oh, dus elke, de, elke avond om tien uur naar bed. Als dat jouw Ja, dat wil ik is. Of ook, twaalf maar 12 dan... uur of één uur als dat beter is. Als je denkt ik lig drie uur wakker, kan je misschien beter wat later naar bed gaan. Oké, okay, ga door, want ik vind okay. het vind moeilijk? Te, ik vind, soms vind ik dingen te makkelijk gezegd. Ja, maar daar hebben we het er ook over. Zeker. Hè? Het uh, is, is een uitnodiging om erop in te gaan, mm -hmm. zeg maar. Twee, apparatuur op tijd uit. Ja, daar Blauwe maak je Blauwe schermen. Heel is al schuldig doet aan. Die, hè? Ja, ja, dat denk ik wel. Drie, geen alcohol en cafeïne. Mm -hmm. ah, geen alcohol, ja. Maar goed, gaan we het maar over cafeïne hebben. Cafeïne is natuurlijk ook wel. Hè, als je s'avonds koffie drinkt, krijg je daar ook weer iets later. Dat ja, je ik ben wakker geen wordt. koffiedrinker, dus. Nee, dat, dat, dat weet dat ik is... niet. Maar... Nee, ik, ik doe dus decaf s'avonds. Oh ja. Dat is natuurlijk de goede tip. Ja. Uh, vier, ga naar buiten. Snachts? Uh, nachts. S nachts, bedoel, dat? Dat weet ik niet helemaal. Dat gaan we het zo over hebben. <laughs> Als een beetje... je s'nachts uh, allemaal vrouwen buiten ziet oh, Kan je ook niet <laughs> oh, die ook met slapeloosheid. Zo'n leuk. Dat is wel leuk. is wel leuk. Idee, wel heel ja. leuk. Oh, zullen we dat willen doen? doen? Gaan we een keer s'nachts wandelen. Oh, hey dames. En dan gaan we vrouwen uitnodigen om ja, met ons mee maar te lopen. Wellicht is dat superleuk. Vind ik eigenlijk wel leuk. Weer oude, een soort van ouderwets uitgaan. Maar dan met oude wijven die niet kunnen slapen, dat kan ook. We kunnen dan ook meteen zo'n silent disco doen, want dat is echt leuk ja, op straat. Oh, dat, is leuk. dat heb ik laatst gedaan. Dat zie je allemaal voor niet. En zullen we dat oh, anders... in ons pyjama? Nou, nou ga je te ver. Oh. Ga naar de laatste vijf Slaapdagboek bijhouden. Dat lijkt me, vind ik zo een stomme. Ja, maar dat komt. wij houden daar niet van. Nou, weet je wat het is? Dan ga je schrijven over je probleem. Nou, en volgens mij word je ik nog heb weer niet lekker geslapen en de volgende avond. Ik heb weer niet lekker. geslapen. Ja, dan word je geslapen. wakker, dan moet je opschrijven hoe laat je wakker werd. En, ja, tot maar... we, en ook vol bijna slaap nog even opschrijven. Dan word je weer wakker. Dus het lijkt me ook heel onhandig, toch? Dat is duidelijk. Um, maar dat zijn wel tips. Misschien hebben mensen hier iets aan. Um, maar ik vind dat jij ook nog even wat, met wat tips kan komen. En ik ook. We hebben altijd iets wat we altijd zeggen. Ja, altijd. Altijd. <laughs> Gaan we dat nu ook weer doen? Ja. Um, de beste slaap heb je aan het begin van je slaap. Dus als je om vier uur wakker ligt, dan kun je echt denken van... Oh, ik heb die beste slaap al gehad. Daarom. Dus ik ga nu iets anders doen. Ja, hm. dat is één. En naarmate je ouder wordt, heb je gewoonweg minder slaap nodig. Ook fijn om te weten. Dat is even een... Ja, dat, dat, zijn van, dat zijn van die beetjes beetje, die gewoon maar weten. helpen. Ja. Dat hielp ons in ieder geval heel erg nou. toen wij wakker lagen en dat hoorden van een expert. En dachten wij: Oh, gelukkig. Ja, ja ik, ik vond dat het wat het, ontspanning. Ja. En laten we even naar de korte termijn uh, kijken, want dat doen we altijd zo graag. Ja. Kom jij eens met een lekker uh, korte, korte tip. Uh, poeh. Dat is jammer dat ik die nu niet meteen zo bam op oh. tafel gooi. Nou, omdat ik nog even zat na te denken over wat Tony zegt. Het zijn natuurlijk ook korte termijn tips. En eigenlijk ook lang, langer termijn. Dus ik ben nu een beetje vaag. Kijk, ik vind naar buiten gaan heel gek. Maar ik vind wel als je heel erg ligt te woelen, uh, ga er even uit. Ga even ja. naar beneden. Uh, neem dus noods een uh, kop thee of een uh, glas ja, je warme moet melk. Even breken, hè? even breken uit dat enorme ja. draai en gezucht ja. en gesteun ja. en gepieker. Stap er even uit. Ja. En ga dan uh, tien minuten later weer in bed liggen. misschien denk je eens: ach, ik ben kapot. Ja. Ja. Nou, dat is dan één tip van heel goed, mij. Heel goed. Heb jij er een? Jazeker. Over die CBD-olie, dat je dat dus uh, <laughs> Gedoseerd. Nou, <laughs> neem ja, ja, niet. En uh, met licht aan. En een lepeltje op een lepeltje. Oh ja, niet zo dat in je mond. Dat is de tip. Natuurlijk. Je moet het op een lepeltje druppen. want dan kun je het. Als ja. je dan ineens een heel pipetje doet, nou ja, dan gooi je dat weg. Doe het nog een keer. Doe het nog een keer en dan. Ja. Dus dat is een tip. Nou, vind ik op zich. Een Hele goede tip. En uh, begin niet zo. Be, begin niet te oud aan kinderen. Oh, die, <laughs> deze <laughs> komt ook weer totaal uit de lucht vallen. Vertel. Begin niet. Ik... Hé? Oké, okay, nog een keer. Dit nou, is een korte, lange termijn tip. Waarom oh, Dat is echt een pre-tip. Een ja, pre pre maar dat, dat is wel. nou uh, dat was wel een beetje wat ik had. Want ik heb natuurlijk al, uh, ik zit al een tijd in de pre en dan weer in de overgang. En ik heb gewoon oud. Ik, was, uh, een, uh, ik ben een oude moeder. <laughs> dus ik zat uh, met, toen mijn zoon vier was, met opvliegers in de, in de speeltuin. En ik was, ik voel me toch altijd een beetje die uitgeputte moeder. Mm. Nou, dus, dit is wel een tip. Want vroeger zei ik altijd: nee, lekker wachten tot, totdat je een kind neemt. Nu denk ik: hmm, zo voor je 35ste, dan ben je nog lekker in je kracht. Ik snap het, maar ik weet alleen niet zo goed of. Melissa uh, uh, hier, hier, hier iets aan heeft. Want ik weet niet of ze al kinderen heeft. Dus, um, en toch is dit even. Ze ja, gewoon, gewoon even. als iets algemeins. Ik vond het zeer algemeen. Ik vond niet specifiek. Nee. Nou, heel specifiek op zwanger willen worden, um, daar gaan we het vast ook nog wel ja. een keer over hebben. Ik zou zeggen: korte termijn, tip is: uh, ga jezelf een beetje ontzien. want uh, Zorg voor de stressvermindering, bedoel je? Ja, en, en um, neem overdag wat meer pauzes. Hè, want Je moet gewoon opladen. Uh, we gaan het zo nog hebben over yoga en Nidra. Maar het lijkt me ook heel handig als je het vertelt, bijvoorbeeld tegen je partner of tegen je kinderen. Of als je die niet hebt, tegen jezelf. Tegen je hond. Tegen je hond of tegen je vriendin. Van je, wordt namelijk, je krijgt er klachten bij, gratis en voor niks. Hè? Ja, namelijk dat... kort lontje, slechte focus, trillerig. trillerig te overgevoelig. Te overgevoelig. Ja. Dus dat, dat mensen om je heen ook als je het vertelt. Weten mensen wat er aan de hand is en kunnen ze je ook een beetje gaan verzorgen? Ja, en hoef je ook niet zo op te houden, want dat is natuurlijk nou, nog dat moeilijker. Is nog erger. Ja. Want als je dus denkt: van, ik mag niet moe zijn, dan ja. wordt het eigenlijk alleen maar erger. Ja. En je weet natuurlijk niet per se of je moe bent, maar je hebt wel slecht geslapen. Want dat ken ik wel, dat je dan denkt: dat vind ik een beetje iets vastleggen weer. Ja. Van, oh ja, ik heb slecht geslapen, dus ik ben nu de hele dag moe. Dat weet je eigenlijk niet. Maar als je gewoon zegt, nou, ik heb slecht geslapen vannacht en je gaat je dag in. En soms kan je gewoon een dag. Dan denk je, nou, ik functioneer echt top. Dat je het dus een beetje neemt zoals het is. in yes. plaats van er tegen gaat vechten. Yes. En door te vertellen aan je omgeving. die je misschien een beetje kan uh, ja, verwennen soms. Ja. Is misschien... altijd goed. Nou, dat dacht ik ja. Nou, en dan ging je naar de tip van yoga. Vertel. Ja, yoga nidra. Dat was ook wel echt voor. Ach, onze, dat een, was onze gouden tip voor ons. Ja, en die willen we graag doorgeven. Nou, uh, yoga nidra, dat staat eigenlijk voor uh, de yogis slaap. En als jij 20 minuten yoga nidra doet, dan staat dat voor vier tot acht uur slaap. Ja. Ik dat weet het, super cool. Ik dacht er valt een stilte. Nou, ik dacht dat ook. iedereen gaat zeggen ja, nee, dat mensen wil ik denken ook, echt, doen. hè? Ja, maar dat is dus het mooie. Dus uh, als jij zo'n slechte nacht hebt gehad, kun je het ook dus s'nachts doen. Misschien val je wel weer mee. In slaap. En misschien want, ja, val je in slaap. Maar gedurende de dag daarna zou je het in een pauze even kunnen doen. En je bent weer her. Je voelt je weer een, een heropla, heropgeladen. Een mooi woord weer. Je bent ja. weer, opgeladen of je voelt je... weer opgeladen. Of herboren. Waar vind je dat nou? Yoga Nidra. Oh, ja. uh, op YouTube. Je gaat naar YouTube en je tikt in uh, Yoga Nidra. En dan krijg je een hele mooie selectie van allemaal soorten Yoga Nidra. Maar ook. Qua tijdsduur. Want je kunt al een yoga nidra doen van tien minuten. En dat is echt cool. Die doe ik zo die vaak. Heel, elke keer weer. 10 minuten. Nog een keer. Elke ze keer mens, zeg ik, ik ben yoga nidra aan doe rot op. Nee, dat, dat doe ik dus vaak voordat ik... Want ik denk altijd ook, ik heb nog uren de tijd om van alles te doen. Voordat ik ergens naartoe moet. En ineens denk ik, oh, niet. dat heb ik niet. Nee. Maar ik heb wel altijd nog die tien minuten. minuten. Ja. En dan ga ik liggen. Dan ga ik luisteren. En dan sta ik weer op. En dan voel ik me inderdaad... Super vervriest. Dus, dit is echt de gouden tip. Yoga, oh. uh, yin Yoga is ook heel goed. En dat doe ik zelfs de laatste tijd op bed. Oh? Ja, dus ik ga naar bed. En daar. Je eigenlijk een moet we een... even uitleggen: Yin-yoga oh, is, ja. een, is een yoga-vorm dat je uh, een aantal oefeningen doet, niet zo heel veel. En daar blijf je lang in. in ja, en door je adem. Precies. Kom je eigenlijk tot ontspanning en rust? En dat is en fijn, rust. voor het slapen gaan. Onder Sowieso. andere om te doen. Ja. Maar je kunt het ook in je bed doen. Yin-yoga in bed. Heb ik nog nooit van gehoord, wat grappig. Ja, en dan heb je eigenlijk drie houdingen. En ja. die hou je dus ook een tijdje vol. En daarna, dus na die. stel dat je er drie doet. dan is de vierde houding eigenlijk de asana. Dus dat je open gaat liggen met je plat op, 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 op je bed. En dan, als het goed is, val je zo in slaap. Cool. Ik vind wel dat we veel tips hebben. Ja, ik hebben ook, ik ben blij. Ik hoop dat Melissa dat ook vindt. En alle, alle andere vrouwen die slapeloosheid hebben, last ja. hebben van slaaploosheid. En als jullie natuurlijk nog tips hebben, lieve luisteraars, oh. deel ze gewoon deel ze weer, met ons. Want dat is heel erg leuk. Uh, dat kun je natuurlijk doen door een DM te sturen naar Instagram, Isa en Medina. En dan kan je, je kwaaltje of vraag insturen. En Mag ook anoniem? Zeker. Spreekt iemand anders het in, zeggen we dan altijd. En je kan naar YouTube. Uh, ook Isa en Medina, maar dan met een n teken. En dan zie je ons, ook ja. leuk. Je Kan je daar abonneren? Zouden we leuk vinden? En, en je kunt ons beoordelen. Yay, we willen graag sterren. Apple en, ja. en als je dan heel veel sterren geeft, dan komen wij heel hoog bovenaan, toch? Ja, ja. en dan, dat helpt gewoon om nieuwe patiënten, uh, nieuwe patiënten die ons Be bekendbaarheid kunnen vinden, onze, dan kunnen ze ons uh, vinden. Het programma. En waar eindigen wij altijd mee, lieve Medina? Een Kusje, kusje erop. Op. Melissa, zet hem op. Zet hem op. En tot de volgende. Slaap deker. ze.